De achterstallige gelden van de CAO-medewerkers van het Sint-Vincentius ziekenhuis zijn vanmorgen overgemaakt. Reden voor de medewerkers om meteen de actie op te schorten. De door de volksgezondheidsminister Antoine Elias toegezegde 2 miljoen SRD is met ondersteuning van de minister van Financiën Gilmour Hoefdraad gestort op de rekening van het ziekenhuis. De leiding van de Finabank heeft geprobeerd het geld gelijk beschikbaar te stellen, zegt Sint-Vincentius-directeur Manoj Hindori. Volgens hem is er gelijk een aanvang gemaakt met de uitbetaling van de achterstallige vakantiegelden en overige toelagen. De situatie in het ziekenhuis is hiermee genormaliseerd, benadrukt Hindori. Volgens hem stond het personeel weer helemaal gereed om de patiënten van de nodige zorg te voorzien. Star News meldt dat zowel de bond als de directie blij zijn dat de regering door tussenkomst van minister Elias snel heeft ingespeeld op de acute nood van het ziekenhuis. En dat er gelijk concrete financiële steun is geboden. De bond heeft vandaag ook een petitie aangeboden aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.